Wanneer je modelleren gaat met een part in bijvoorbeeld Solid Edge, dan kan het zijn dat je wanneer je wijzigingen gaat doen ook graag een ander onderdeel in de samenstelling even snel wil gaan wijzigen. Nou, stel je gaat hier een bemating aanpassen met in dit geval 20 mm. Dan kan je teruggaan naar de samenstelling en vervolgens een ander onderdeel ingaan om die aan te passen of eventueel vanuit de samenstelling zelf een aanpassing te doen. Een andere methode is om met een zogenaamde pair variables een ander onderdeel simpelweg te selecteren die in een willekeurige samenstelling of subsamenstelling bevindt. En vervolgens kan je daar in de variabele tabel de betreffende variabelen opzoeken en die rustig gaan aanpassen. Dus stel dat we deze van 180 mm een klein beetje korter willen maken, dan zie je al kunnen we dat vanuit een ander onderdeel gaan aansturen. We kunnen daar nog een klein beetje verder in gaan. We kunnen namelijk ook dat vanuit een samenstelling gaan doen. Stel dat we dan dus naar de pair variables gaan. We klikken op een onderdeel en vervolgens in de betreffende variabele tabel zoeken we de waarde op die we willen veranderen. Dus bijvoorbeeld deze gaan we naar 30 mm plaatsen. Dan zie je al, dan kunnen we dat op deze manier gaan aansturen. Nou, een andere methode die daarvoor is en die we vaker gebruiken eigenlijk daarvoor is de zogenaamde Face Select Priority. Die kan je selecteren door bij Select op Face Priority te klikken. Een andere methode is door Ctrl Spatiebar. Dan zie ik het icoontje bij de cursor veranderen. En wat we vervolgens kunnen doen is op een onderdeel klikken en direct vanuit zo'n samenstelling het onderdeel aanpassen. Dus dit is een alternatief van die we in de meeste gevallen wat vaker toepassen. Nou, deze heb ik vervolgens geüpdate, dus nu staat hij weer netjes op de plek. Wat we verder nog kunnen doen in die variabele tabel, wanneer ik eventjes naar de part priority ga en echt in het onderdeel ga, is dat we een onderdeel kunnen aansturen. Dus stel dat we dat kleine nokje wat we zojuist zagen, die knop, dat we die willen aansturen vanuit dit onderdeel, dan kan je dat ook doen door middel van de variabele tabel en dat we een eigen variabele aanmaken die we koppelen eraan. Dus stel dat we niet per se de betreffende hoogte die we zojuist van 30 hebben veranderd, maar een andere hoogte dat we die willen gaan toepassen, dus height, en die noem ik bijvoorbeeld 25 mm. En ik wil deze graag koppelen aan de andere knop. Dan kan ik een copy link maken en wanneer ik vervolgens naar de betreffende knop toe ga, dan kan ik in deze variabele tabel die knop even gaan opzoeken. Nou, in dit geval treft dat dus de hoogte. Dus dat is deze waarde. Nou, zet ik voor mezelf even een andere naam bij om ze eenvoudig te kunnen filteren in de variabele tabel. En wat ik vervolgens kan doen is deze koppelen, dus een passlink, met de betreffende 25 mm. Nou, je ziet hem nu ook veranderen. En wat we nu kunnen doen is wanneer we teruggaan en vervolgens weer naar het oorspronkelijke onderdeel. Wanneer we nu deze waarde gaan aanpassen naar bijvoorbeeld 30 en we updaten het met Alt-U, dan zie je dat we hier het onderdeel dus mee kunnen updaten. Dus stel dat je hier een afwijkende waarde van bijvoorbeeld 22 mm wil gebruiken, dan kan je het op deze manier aansturen. Let hier alleen wel goed mee op, want als je namelijk te veel van dit soort interrelaties in je modellen gaat bouwen, dan wordt het heel lastig om daar nog een overzicht op te houden hoe die in elkaar zitten. En voornamelijk voor de personen die dit onderdeel niet regelmatig gebruiken of hebben opgezet, kan dat heel lastig worden. Maar het is een methode dus om op deze manier bepaalde onderdelen, de variabelen aan elkaar te gaan relateren.